Ja, daar zijn we dan weer. Het is maandag, het is 27 mei 2024 en het is tijd voor de NEC Update Live. En dat zijn we ook. We zijn ook ex-Hakserik live op radio en tv natuurlijk bij RN7. En als je nou luistert, kan het ook zomaar zijn dat je natuurlijk de podcast variant luistert, want die is er ook gewoon. Het is tijd om terug te blikken. Het is tijd om terug te blikken op het hele seizoen. Want het seizoen zit er nu echt helemaal op. En we hadden eigenlijk een klein beetje gehoopt natuurlijk dat we een feestje in de studio konden vieren. En dat we konden zeggen, we gaan Europa in. Maar dat lukte niet. Want afgelopen donderdag werd de halve finale in de play-offs voor Europese ticket verloren van Go Ahead. Dat en nog meer gaan we bespreken in de studio. Aanwezig Jan Peters. Jan, ja, je had het beloofd. De laatste, daar kom ik terug. Ja. En dan ga ik mijn visies even op dit seizoen geven. Je zei net al, ik ben niet echt positief. Nou, laat ik zeggen dat ik de zesde plaats en de bekerfinale halen is natuurlijk op zich een prestatie. Ja. Maar als ik het hele seizoen even laat passeren, dan zijn we heel slecht begonnen. Nou, dan gaan we zo meteen. Ik ga even door naar de andere gasten. 12 Vissels, die is ook weer aanwezig op de stip natuurlijk bij Omroep Bergendal en NEC-fan. Harold Bastiaans, ook welkom. Dankjewel. Ja, supporter en oud voorzitter natuurlijk van de supportersvereniging. En Nick Rokers, verslaggever van RN7, ook aanwezig. Nou ja, goed. Heren allemaal, welkom. En laten we dan maar gelijk beginnen aan die eerste wedstrijd. We hadden gehoopt op 2. Het werd een halve finale en die werd verloren van Go Ahead. En ik hoorde hier net ook al een beetje in de wandelgangen. Die hadden we ook niet helemaal zien aankomen. Toch? Jij zei, Harold, die had ik niet zien aankomen. Nee, die had ik niet zien aankomen. Net als 12.500 andere supporters in het stadion. Nee. Jij, Twan? Nou ja, je hoopt dat ze hem winnen. Maar ik had wel een beetje het gevoel van NEC heeft het niet makkelijk om wedstrijden te winnen die er echt toe doen. En dit was er weer zo in. Ja, dat klopt. Ja. Het is, Go Ahead was natuurlijk, hadden we van tevoren al gezegd, een wedstrijd of een ploeg waar we niet makkelijk van winnen. Hebben dit seizoen maar één keer gedaan in de beker, voor de rest gelijk. En Jan, hoe zat jij dan op de tribune? Ja, ook teleurgesteld. Ik vond het een verdiende overwinning voor Go Ahead, omdat wat Twan zegt, NEC speelde gewoon beneden niveau. En dan kun je geen wedstrijd winnen. Nee. Nick? Ja, teleurstellend. Eigenlijk zoals iedereen. Je ziet het eigenlijk een beetje aankomen de hele wedstrijd. Ik ging er wel met een positief gevoel in. En je ziet hem eigenlijk de hele wedstrijd. Kantelt je hele verwachting naar op een gegeven moment dat die 1-2 valt. Dat je denkt, nee, dit is wel echt gedane zaak. Ja, super teleurstellend. Maar was Go Ahead nou zo goed of was NEC nou gewoon zo slecht, Jan? Nou, ik vond Go Ahead goed en NEC heel slecht. Maar wat ik zag bij Go Ahead, daar zat een goede positiespel was erin. En ze bleven rustig, ondanks die 1-0. Want ze kwamen onverdiend op 1-0 achter. Maar ze bleven toch rustig. Hè? Niet met lange ballen gaan werken en erin kleunen. En dat vond ik positief. Want ik heb Go Ahead dit jaar ook 2 keer in de Goffert gezien. Met die 1-1. Toen scoorde NEC ook op het laatst 1-1. En voor de beker hadden ze ook geluk. Ik vind Go Ahead gewoon een hele goede ploeg. Maar ik had wel gezien dat Go Ahead de laatste wedstrijden niet hun beste vorm hadden. Nee. En dan dacht ik, nou, en NEC een thuisvoordeel plus 12.500 mensen. Ja, dat moet gewoon lukken. Ja, en eigenlijk na die ene van Sano. Iedereen ontplofte in het Goffertstadion. Ja. Alleen, ik had normaliter zie je dan gewoon dat zo'n ploeg die dan de 1-0 scoort eigenlijk wel in een goede flow een beetje komt, om het zo maar te noemen. Maar dat was helemaal niet het geval. Nee. Ik vond dat NEC juist. Go Ahead deed er nog een schepje boven. Ja, eigenlijk juist, dat he? Gewoon. Ja. NEC ging weer helemaal terugzakken. En het werd nog verdedigender. Maar dat lag ook een Go Ahead. Want ik weet niet of jullie de bekerwedstrijd kunnen herinneren tegen Den Haag. Toen was Den Haag eigenlijk de eerste helft ook beter als NEC. Ja. En toen scoorde NEC een goal. En binnen 5 minuten stond het 0 of 3-0. Ja. En ik had nou ook het gevoel van Go Ahead gaat meer risico nemen. En dan ga je toch hier en daar een kooltje meepikken. Maar ze werden teruggedrongen. En eigenlijk zat iedereen te wachten op die 1-1. Kijk, dat die 2-1 valt, ja, dat is natuurlijk heel lullig. Maar dat die 1-1 zou vallen, daar was ik 100% van overtuigd. Ja, ja, die zag je wel aankomen. Ja, ja, op een gegeven moment, alleen die 1-2, ja. Dat is dan ook de pech van een keeper, hè? Zei Jasper Sillis, ja, dat hoort bij het leven van een keeper. Nee, dat is juist. En dat hangt eigenlijk een beetje aan Jasper. Verleden jaar een keer tegen Vitesse, dat hij flink in de fout ging, terwijl hij goed keepte tegen Heerenveen. Dat hij dacht dat een bal langs de goal ging en in de goal viel. En deze, ja, die onderschat hij ook.
En dat is eeuwig zonde, want hij keept in een voortreffelijke wedstrijd. Want hij heeft, in principe heeft hij ons de hele wedstrijd in de race gehouden. Ja. Want anders had je makkelijk voor de rust op 2 en 3-0 achterstand kunnen. Maar een keeper wordt ook vaak beoordeeld op de fouten. En ik heb een beetje het idee dat het ook wel een beetje oneerlijk is. Want als zoiets gebeurt bij Jasper, dan gaat echt de hele Nederlandse pers valt tegelijk over. En je ziet overal, zie je wel dit, zie je wel dat. Ja, het is ook wel de wedstrijd waarin het gebeurt. Dan ook weer halve finale play-offs, of zo'n lullige goal tegen. Ja. Het is wel echt voer natuurlijk voor mensen. Als je daar iets terwijl hij eigenlijk gewoon een goed seizoen gekiept heeft, toch, Harold? Jawel, nee, zeker. Jasper, niks aan goeds, vind ik eigenlijk. Alleen als je over landelijke media praat. Kijk, die jongen die heeft natuurlijk Nederlands elftal gekiept. En dan wordt er ook gekeken naar het Nederlands elftal. En weet je, zulke ketsers kun je niet maken. En dat hij zegt dat hij vast stond op de grond. Nou, ik ben zelf vroeger ook keeper geweest. Maar volgens mij maakt hij een beoordelingsfout. Ja, hij maakt een beoordelingsfout door. Hij denkt dat die jongen gaat koppen, die spits. En die raakt hem niet. Dus hij gaat gewoon over hem heen. Met de stuit. Ja, ik vind het vervelend voor hem. En dat de Nederlandse... Kijk, zo'n bal moet je wel hebben. Maar dat vindt hij zelf ook. Ja, dat weet ik. Maar omdat die Nederlandse pers, omdat we het daarover hebben. Ik snap dat wel. Ja, ik ook op zich wel, ja. Hij was in ieder geval erg ontdaan, want hij liep ook, hij rende echt het veld af naar het fluitsignaal. Hij passeerde mij, want ik stond toen al bij de spelerstunnel met tranen in de ogen. Hij kwam gelukkig nog wel terug om eventjes. En ik vond ook wel heel stoer dat hij ook voor de camera wel verscheen. Dat had ik niet verwacht. Waarom pakken ze hem aan? Terwijl de beste keeper van Nederland. Ik bedoel, die vlekken en Verbrugge, dat kan maar allemaal gestolen worden en bijloop. Jasper is de beste keeper. Ja. Ik denk toch dat er iets is wat wij niet weten. Want waarom toen met het Nederlands elftal, wat ik dom vond, dat hij in de coronatijd gaat die bij NEC feest vieren, noem maar op. Ja. En dat hij afvalt voor de WK. Ja. Ik weet het niet. Ik weet niet exact. En toen hebben die twee Muppets van de Vaart en Snijden, die doen nog even een beetje aantikken. En je weet hoe het is. Hè? Dan gaan mensen dat overnemen. En dat is net wat je nu zegt met die blunder. Dat is vuur. Dan zeggen ze hier, dat piemeltje weer uit Nijmegen. Weer zo'n grote blunder. Ja, en dan zien ze niet de positieve kanten. Hij had iets arrogants. Ja, dat vinden mensen dan. Dat vind ik niet. Maar hij heeft dan iets arrogants over zich heen. Dat komt misschien Het is wel grappig als Snijder en Van der Vaart je arrogant gaan vinden. Ja, bijna een compliment zou ik zeggen. Volgens mij. Maar weet je, mensen vinden hem vooral bij Ajax, weet je wel. Dan, hij kan hem vaak ook een beetje op een manier antwoord geven. Van dat mag je vinden en punt. Weet je. En, dat is prima. Want, misschien kan hij wel helemaal geen interviews geven. Nee, maar hij weet gewoon niet wat hij moet zeggen. Nee, ik wil net zeggen, het voelt zich niet heel erg fijn voor. Je hebt van die gladianers die dat heel goed kunnen. En weet je, zo'n Bram van Polen vinden we allemaal heerlijk. Omdat hij zich gewoon eigenlijk als een gek gedraagt voor de camera. Weet je wel, een beetje schelden en dan vinden we het allemaal leuk. Met Dirk Kuyt. Dirk Kuyt, die zei altijd alles wat iedereen wilde horen. Hij leek net een pastoor, weet je wel. Ja, Jan Derk is altijd demagoog. Ja, nee, maar dat is zo. Maar kijk, ik zou wel eens graag willen weten wat daar de reden van is. Kijk, ik vind ook wel eens Jasper bijvoorbeeld, wat hij dan doet. Als er bijvoorbeeld iets gebeurt, dan komt hij daar met een loopje aanlopen. Weet je, gaat hij zich daar ook weer mee bemoeien. Maar dat is het niet. Je moet naar de kwaliteiten kijken. En ik zal er dan niks van snappen. Maar Vlekken, Verbrugge, die zie ik dan niet zo vaak. Maar Jasper is de beste keeper. En die moet je opstellen. Ja, en dan vinden we Bijlo allemaal geweldig. Wat ik ook helemaal geen... Bijlo is ook een goede keeper. Maar dat is niet van... Jasper is gewoon veruit de beste. Dus wat er aan kleeft, dat weet ik niet. Maar er is toch iets... Nou ja, ik denk dat er toch wel dat stukje is van der Vaart. Dat die heeft hem zwart gemaakt. Die heeft gewoon, en Wesley Snijder uiteindelijk ook, wat er in de kleedkamer gebeurde in Amerika was het, geloof ik. Brazilië. Ja, ik vind dat heel simpel. Ik ken Jasper ook. En, ik ken hem ook wel persoonlijk. En het is gewoon een hele goede vent. Nee, maar daar zijn we oprecht, hij is een oprechte man. Maar wat ook is, kijk, zijn vader, moeder, dat werd toen ook gezegd. Uh-huh. Kijk, Jasper is nog wel een groot klein kind, hè? Ja, maar dus. Hij mag wel gewoon zijn ouders meenemen. Nee, dat weet ik. Maar omdat hun zijn uit Amsterdam en noem maar op, die vinden dat dan een beetje kinderachtig. Kijk, al neem je oma mee, wat interesseert mij dan nou? Maar dat zijn allemaal dingen wie ze erbij kan halen, wie totaal geen invloed hebben. Je mag ook iedereen meenemen wie je wilt. Nee, maar volgens mij werd er een beetje inderdaad lachen gedaan. En dat klopt, want donderdag zijn vader kwam hem ook beneden ophalen. Ja, kijk. Maar had hij ook wel wat spulletjes wie mee moesten? Van die, niet het tasje, maar hij is een huldiging gehad. Dus een shirt, een ingelijst shirt natuurlijk. En hij had zijn bosje bloemen. Dus die kwam vaders, trouwens, en moeder en zijn broer. En volgens mij zijn vriendin, die kwamen hem allemaal beneden ophalen. Nou goed, dat is toch prima. Ja, ik snap dat ook niet, dus ja, maar maakt dat uit. En,
Kijk, alleen ik blijf er nog steeds bij. Hij heeft wel een grote fout gemaakt om toen in die coronatijd het feest gaan te vieren. Ja. Beetje leuk. Blessure en ik heb ook wel het idee dat Jasper geen de aandacht niet schuwt. Hè? Dat hij denkt van mij hoeft dat allemaal niet. Hè? Maar dat was natuurlijk verschrikkelijk dom. Hè? Want dat was eigenlijk voor Frank de Boer de kans om te zeggen van... Je gaat niet mee. Nee, klopt. Maar goed, we houden nou niet de hele tijd bij Jasper Sillissen te hangen. Ik krijg een vraag binnen van Dennis. Hoe kan het dat we geen antwoord hadden op het tactisch plan van Haken? Dan vraag ik dat maar even aan de trainer hier aan tafel. Ja, ik weet niet. Ik blijf erbij dat NEC moet altijd van haar eigen krachten uitgaan. En dat was tegen Go Ahead ook weer niet. Ze trokken zich terug en noem maar op. NEC in de Goffert, dan moeten ze bang worden. Weet je wel, dat was vroeger in mijn tijd, als ik naar NEC ging kijken, zelfs toen in de tijd van Cruijff, en dan waren ze bang om in Nijmegen te komen. Weet je wel, en dan moet het gewoon zijn. Maar NEC heeft dit jaar bijna meer punten thuis verloren als uit. Hai. Is dat zo trouwens? Nee, dat vorig jaar was dat. We hebben dit jaar echt veel meer gewonnen als de afgelopen 3 jaar. We hebben echt heel veel thuis gewonnen. Thuis, ja, maar kijk eens, Excelsior verloren, Vitesse verloren, AZ verloren, Ajax verloren, Feyenoord verloren, Fortuna gelijk. Almere City gelijk, Go Ahead gelijk. En er was nog eentje gelijk. Tel die punten eens even op. We hebben de afgelopen seizoenen hebben we volgens mij bijna nooit gewonnen. We hebben geloof ik de afgelopen seizoenen, niet dit seizoen, maar de seizoenen daarvoor gewonnen. Volgens mij alles bij elkaar 6-7 keer gewonnen. We hadden een seizoen bijna dat we alleen maar uit wonnen en thuis helemaal niks deden. Nee. Dus dat was wel een vooruitgang. Over wisselen. Ik hoorde ook trouwens op de tribune, maar of dat waar is, dat Meijer zich... Totaal niet. Normaal heb je iets in de oren en geef je door aan die assistent. Wat ik trouwens een grote clown vond. Want als ik club was, dan zou ik hem gelijk ontslaan. En, leg even uit, waarom ben je een clown? Wat heeft Patrick Geveraas jou aangedaan? Nou, omdat hij mij 90 minuten of 95 minuten enorm geïrriteerd heeft. Jij zit er vlak achter, hè? Om dus gewoon continu stond te schreeuwen, terwijl de spelers totaal geen aandacht voor hem hebben. Het was net of hij een soort one-man show wilde opvoeren. Mm. Nou, en hij had niks kunnen veranderen. Hè? Alleen met handgebaren. Nou, dan denk ik bij mij eigen... Ja, luister eens jongen, ga lekker iets doen op een pleintje. En in een of ander goocheltrucje. Vierdaagse vrijdag op de Groene Straat. Verkeer regelen. Dus, maar Meijer is toch ook altijd heel druk aan de kant? Ja, maar niet zo. Okay. Wees toch eens eerlijk, Maurice. Ik ben zelf trainer geweest dat ik wel eens naar iemand riep... Als je nou niet luistert, dan haal ik je eruit... Want ze negeren je gewoon. En dat was dan amateurvoetbal, hè? Harold, hij was bijna net zo gek als Iballa. Ja. Ja? Hij maakt alleen geen spagaat. Nee. Nou, Iballa die maakt ook nog af en toe een spagaat erbij. Maar goed, heb je ook het idee dat Meijer zich dus vanaf daarboven niet bemoeide met de coaching? Als dat waar is, vind ik dat heel vreemd. Die moeten doen in jouw beleving. Als hij van bovenaf ziet dat er bepaalde dingen niet functioneren. Misschien eerder druk zetten, niet te ver inzakken, weet ik veel. Ja. Dat gebeurt heel vaak. Een trainer die geschorst is, die geeft toch altijd... Want tegenwoordig heb je mobieltjes, dus het is makkelijk te doen. Hij heeft er geen antwoord op gegeven, maar volgens mij doet hij dat niet... omdat hij anders met de KNVB een probleem heeft. Maar je hoort wel vaak inderdaad dat ze het dan toch doen. Hij zat ook in de controlekamer, helemaal niet op de tribune. Hè? Nee, hij zat in de controlekamer. Ja, echt in dat hoekje bovenin, naast de blinde tribune, daar zat hij. Maar goed, ik weet niet. Ja, maar dan kan hij toch, want dan, die staan toch in verbinding met Gerry Verkampen. Dan kan Gerry toch van die eens doorfluisteren. Maar Gerry kan het omroepen. Nou, hij riep al een paar keer wisselen om die niet kwam, dus het zat misschien wel. Nee, maar ik weet niet of Meijer het er kan veranderen. Ik vond het heel jammer. NEC had gewoon een off day. En dat is het. En dan gaan we allemaal zoeken naar bepaalde dingen... waar je zegt van te veel bezig met eventueel de tweede wedstrijd of wat dan ook. Maar ik vond deze wedstrijd, Go Ahead gewoon beter. Okay. Goede spelopvatting. Einde van het seizoen. Ik hoorde hem straks ook nog een keer. De fitheid van de selectie. Daar krijgen we ook vragen over binnen. Meerdere vragen trouwens over of de selectie wel fit genoeg was. Kijk even weer naar de afwezigheid van Soontje Hansen. Die is inderdaad meer geblesseerd of meer langs de kant geweest. Hij was nog op het stadion volgens mij. Hè? Hij was er wel. Net voor de wedstrijd taarde hij af, begreep ik. Ja, was niet fit. Ja, en ik zag hem vrijdag... met de laatste training zag ik hem ook al tijdens de training samen met Moesloe weggaan. Tja. Maar ik heb dat in de vorige uitzending ook gezegd. Het is toch diep treurig, een jongetje van 21. En in het begin was het, ik kan maar een half uurtje spelen en noem maar op. En dan speelt hij tegen Almere City, speelt hij een halve wedstrijd, valt hij weer uit. En dat ze hem niet op de rit krijgen.
Weet je, nee. Want dan zeggen, ja, ik heb bij Ajax gespeeld, ik heb te weinig gespeeld, maar je moet toch iemand binnen een jaar moet je toch fit kunnen krijgen. Weet je, en ja, aan wie ligt het dan? Aan Svante Johansson van de NEC? Ja, misschien aan beide. Kijk, ik heb toen ook gezegd, als ik lees dat hij een telefoon, een berichtje, een appje krijgt dat hij naar bed moet. En een appje krijgt dat de telefoon af moet. En een appje krijgt dat hij op tijd moet gaan eten. Ja, ja jongens. Wat, ja, Harold, jij lacht maar. Het is wel zo. Hij heeft het eerlijk bij mij verteld in een interview. Die jongen die het gewoon, want het is niet om af te zeggen, maar die jongen heeft geweldige kwaliteiten. Ja. Als NEC die het hele seizoen kan gebruiken, dan moet je eens kijken hoeveel waarde hij kan hebben voor de club. Hè? Ja. Maar dit is niks. Ik bedoel, dan hebben ze ook nog die Larsen. Die heb ik eigenlijk het hele seizoen ook niet gezien. Nee, die valt gewoon tegen. Ja, ja goed, die heb ik ook niet gezien. Nou, die ik vond die Spanjaard de laatste tijd, hoe heet die? González. Ja, die vond ik beter. Die werd, ja, hij heeft het best wel goed gedaan. 10 doelpunten. Hij was niet de basis, hij is niet de eerste spits, hè? Nee. Toch 10 doelpunten. Nee, dat is ook een buitenspeler, daar niet van. Ja, ja. Ik vind dat González zich prima, zeker de laatste seizoenshelft, prima heeft gedaan. En je zag eigenlijk altijd als hij er wel in kwam, dan scoorde hij ook nog eens een keer. Ik vond het ook een fijne speler om te kijken op het middenveld. Harde werker. Nou ja. Ik had het gevoel dat bij de selectie gewoon de puffer uit was. Ik denk dat ze gewoon in dat opzicht niet fit genoeg waren om zoveel wedstrijden dit seizoen te spelen. Nee, maar in het begin hebben we gehoord van ze zijn nog niet fit allemaal. Hè? Ja. We hebben natuurlijk een hele lange tijd ook met Sandler zonder Sandler moeten doen. In het begin hoorde je dat. Later, nou hoor je weer, zie je toch wel wat spelers. Nou weet ik niet of zo'n hamstring blessure wie Bart heeft, of dat dan echt met fitheid helemaal te maken heeft. Maar ook qua energie wat je in de wedstrijd kan brengen. Dat vond ik voor bij NEC heel erg tegenvallen afgelopen keer tegen Go Ahead. Dus wat je zegt, maar je moet toch gewoon als speler gewoon toch wel eens meerdere wedstrijden in een week, twee wedstrijden. Dat moet toch ook gewoon geen probleem zijn om 2 keer 90 minuten in een week te spelen? Nee, dat is absoluut. Dat moet geen probleem zijn. Ook dat is niet het leukste wat een voetballer weer terug liever potje spelen als trainer. Ja, want kijk, normaal gesproken na de winterstop, hè, dat geldt voor elke ploeg, dan wordt er al minder getraind. Hè. In het begin train je 2 keer, ja. Dan kan je 1 keer trainen. En je houdt rekening mee als je zondag speelt en woensdag. Dan heb je misschien 's maandags uitlooptraining. En misschien dinsdag vrij of nog een. Dus daar kan het eigenlijk niet aan liggen. Maar inderdaad, wat je zegt, het was op. Het leek gewoon, Go Ahead, die was veel frisser. Ja, maar het was voor mij al eerder hoor. Dan niet alleen in Go Ahead. Hoor. Nee, ik had ook eerder. Tegen AZ Harold. Was het ook al minder. Dus. Ja. Nee, maar wat, als je kijkt naar fitheid van spelers en je kijkt naar wedstrijden, dan zie je bij sommige spelers die krijgen kramp. Nou, die heb ik niet gezien bij NEC. Ik heb nou niet echt spelers op de grond zien liggen. In het begin van het seizoen was dat wel. Ja, ja maar we hadden het meer over het hele seizoen. Nee, ik heb klopt, het niet echt heel erg de gezien. Eerste paar weken, toen klaagde iedereen, bijvoorbeeld de eerste wedstrijd tegen het Excelsior, haalde die maar eens terug. Ja. Was schrijnend om te zien dat er op een gegeven moment 3-4 spelers van NEC, ja. Maar op het laatst niet meer. Dat lag aan de voorbereiding. Ja, dat lag aan de voorbereiding. Ja, ja. Nee, maar je zou maar als je zeggen, toch bij de absolute top of bij de top wil horen. En dat willen denk ik die spelers allemaal. En vooral die jonge spelers. Kijk even naar de rest van de toppers. Die moeten nu allemaal met Nederland zelf dan mee. Die spelen ook nog een EK. Dus die hebben helemaal geen vakantie. Die hebben heel kort gewoon vakantie. En die beginnen volgend seizoen ook weer gewoon. Hè? Ja. Die moeten er ook in een EK gewoon staan. Die kunnen nou ook niet zeggen, ik ben moe. Maar even terugkomen, je zegt van als je niet zoveel meters maakt, hoef je niet zo hard te trainen. Maar ja, je weet vooraf nooit of je veel meters moet maken. Iedereen moet 90 minuten vol kunnen gaan, of je nou veel meters maakt. En natuurlijk, dat heb ik in het begin gezegd, qua resultaat, 6e plaats, dat is voortreffelijk. Maar als je het hele seizoen nagaat, en ze begonnen slecht, dan hebben ze een hele goede periode gehad. En als ze die punten, bijvoorbeeld wie ze nu halen tegen de topclubs, volgend jaar niet halen, dan heb je alweer een groot probleem. Hè? Want dit jaar heb je tegen AZ, Twente, PSV, Feyenoord. Een soort van bonuspunten eigenlijk. Allemaal bonuspunten. Ja. Maar Jan, mag ik jou wat vragen? Ja. Je hebt er veel meer verstand van als wij allemaal bij elkaar. Ja. Maar als je dan kijkt hoe het spel opbouwen is bij NEC. Nou, als Sandler er niet is, is het dramatisch. Nee, maar met Sandler? Dan zie je dat. Dat vind ik geweldig. Ik vind Sandler vind ik echt een openbaring. Ik nogmaals, NEC PSV, stapte ik uit de auto, kwam ik Frank Arnezen tegen. Even groeten, hoe is het? Hij zegt, hoe doet Sandler het? Ik zei, nou, die speelt bij ons fantastisch. Ik zeg, niet geblesseerd. Hij zegt, ik heb hem gehaald bij Feyenoord. 1 wedstrijd gespeeld. Hele seizoen geblesseerd geweest. Ik heb hem bij Anderlecht gehaald. 2 wedstrijden gespeeld. Weet je wel? Hij zegt, die jongen heeft de kwaliteiten.
Dus hij had hem dus gehaald als manager om bij een topclub te spelen. En dan komt Ajax kijken, was het toen zei, en dan raakt hij weer geblesseerd. Ja, en dat is net als met Jasper. Het is net een soort vloek die je hebt. Ja. Over dat, wat misschien daar ook op aansluit. Want ik krijg een vraag binnen Jan van Jos Jansen voor jou. Jan, vind jij ook dat we bij balbezit te veel achteruit voetballen en dan ook in een te laag tempo? Dit is weinig verrassend voor de tegenstander. Nee, dat vind ik absoluut. Zodra Sendler, dat is een van de weinige spelers sowieso in de competitie, wie 2-3 linies overslaat, ja. Weet je al. Maar als we van de week weer zien, ik kan precies, als Nuiting de bal krijgt, dan kan ik je precies voorspellen wat er gebeurt. Ja. Hij gaat of naar de rechtsback of naar de linksback of hij gaat naar Jasper. Weet je al. En dan kan een tegenstander zich weer instellen. En je moet juist, wat Sendler doet, maar ja, dat heeft Ros ook niet, proberen als je balbezit krijgt om gelijk 1 of 2 linies over te slaan. En dan kun je opschuiven. En dat vond ik trouwens ook verrassend. Ik weet niet of jullie gezien bij Go Ahead. Elke bal die NEC terugspeelde, schoven hun 10, 20 meter op. Die bleven niet hangen. Hè? Nee. Weet je al? En dat, dan zet je gelijk de toon. Hè? Van, luister, wij komen hier niet alleen om misschien een puntje te halen. Wij komen hier om te winnen. Ja. En nogmaals, als Sendler wegvalt, dan heb je een probleem in de opbouw. Oh, dat is wel gebleken. Ja. Ja, dan en je zei van ja, je zag dat Nuiting of naar links of naar rechts, maar eigenlijk ging alles richting Verdonk. Ja. Want je ziet dat Pereira wordt overgeslagen in de opbouw. Want ja. Die stond af en toe meters vrij, maar toch ging je de bal naar de andere kant. En dat is wel heel fijn voor een tegenstander als je zo maar waarom denk je dat ze dat doen? Ja, nee, dat is duidelijk. Nee, dat is duidelijk. Ja, ja. Ik zat bij Excelsior dat ook tegen iemand van Excelsior uit te leggen. Ja. Maar ja. En toen kreeg hij de bal een keer. Ja, was hij, maar toch gaf hij een assist. Ja, mooi assist, ja. Dus het zit er misschien toch wel in. Nee, maar goed, je moet die jongen zo iemand ook, moet je ook de kans geven. Je moet hem wel de kans geven. Dat vind ik ook. Ja, maar even. Hoeveel voorzetten heeft die man wel niet het stadion uitgeschoten? Ja. Dat er dan eentje nu op het hoofdje van Sano valt. Maar ik heb ook wel eens bij Bart van Rooij ook wel eens wedstrijden gezien. Dat is ook niet zijn sterkste punt. Nee, dat maar die is wel beter. Nee, die is wel beter. Nee, dat klopt. Ja, ja. Maar het punt is gewoon zo dat bij NEC is het gewoon dat je in de achterhoede, en dat is heel jammer dat je te afhankelijk bent van die Sendler. Want ik vond hem dit jaar weergeloos, echt waar. Ja, en als het echt niet lukte, dan dacht hij, dan ga ik me met de bal aan de voet zelf steken het hele middenveld over. In die bekerfinale, want ik gleed bijna weg van de spanning. Hè. Het was 1-0. We komen met een man meer, weet je wel. En jammer genoeg komt die Pereira, die komt 2 keer in balbezit en die gaat lopen. Nou, ik kreeg een hartslag van 200. Maar die Sendler, die was op een gegeven moment waarschijnlijk zo moe, want die had een paar keer. Want dat was de enige wie... Ja. Overwicht kan ik met de bal inlopen. Ja. Hij is, als die opkomt, ik vind het een soort bekkenbouwer, weet je. Ja, met een bepaalde elegantie komt die, weet je al. Maar ja, als je dan Pereira aan de bal laat, ja, dan vraag je een probleem. Hè? Dat, Ja, en toch ligt hij nog wel even vast bij NEC. En moeten we hopen dat hij zich wel gaat ontwikkelen. Ja. Want over het algemeen ziet Carlos toch wel kwaliteitsspelers. Dus dan zal dit ook wel zo zijn. Snelheid maar Pereira was toch de eerste wedstrijden toch niet slecht? Nee, hij was eigenlijk een beetje de verrassing toen Bart geblesseerd werd bij. Toen kwam hij erin en toen dachten we allemaal van, nou, Bart hoeft nooit meer terug te komen. Nee, maar misschien is dat ook wel zijn blessures. Misschien is dat ook wel zijn probleem op dit moment. Hè? Ja. Ik vind ook, waarom komen de voorzetten vaak slecht? Omdat hij het in hetzelfde tempo doet. Hij komt op als een dwaas en dan woep. En dan, hij weet nooit, hij kijkt ook bijna nooit, want die voorzet was geweldig, maar... Je maakt mij niet wijs dat hij Sano gezien heeft. Hè? Nee, maar... Die kwam toevallig goed. Hij hoort hem voor het hok. Ik hoorde hem voor het hok. Dat was het de eerste helft nog, dat hij uitgeleed gewoon. Dat was echt... Ik zat aan die kant op de tribune. En iedereen begon ook te lachen. Eigenlijk sneu voor zo'n jongen. Nee, maar dat is het. Maar het zag er zo comedy capers uit. Op zijn hand, hè. Hij hoeft maar 1 keer een bal achter de goal te plaatsen. En dan, beetje kult is het wel. Ja, dan gaan ze. Maar ja, toen had Sherry er al 4 bijna het stadion uitgeschoten. Die dacht dat hij tegen Almere aan het voetballen was of zo. Of ze hebben gezegd, die lang is, die kan niet hoge ballen pakken. Ik weet het niet, maar ze schoten alles maar over de goal. Ja, maar het ging ook allemaal te gehaast. Ja. Weet je, van... Kijk, Sherry, dat zei ik straks ook, die had de NEC geholpen. Maar in de echt belangrijke wedstrijden heeft hij het niet echt gebracht. Weet je, en als je nou volgend jaar bijvoorbeeld een middenveld hebt met Proper en Hoedemakers en die Sano. In mijn ogen heen geweldig... die Sano, die wordt nu gebruikt voor alles. Laatst kwam die een keer rechtsback te staan. Ja, en ik zag nou ook tegen Go Ahead dat hij op een gegeven moment
die trainer die was tegen de man. Toen zei hij op een gegeven moment, ik weet het niet meer. Weet je, van de... Maar dat is een geweldig talent. En als ik zie wat hij dit jaar gepresteerd heeft, 19 jaar, hè? Niet vergeten. Nee. Dan wordt dat een hele grote parel. Ja, dat is zeker zo gebeuren. Ja. Ja. Maar je moet eigenlijk misschien nog wel hopen dat je hem ook nog wel houdt. Als ze niet een te gek bod krijgen, dat ja, ze ja. zegt van ik ga weer weg. Ik krijg ook een mailtje binnen van Gert-Jan de Koning. En die vraagt, hoe kun je zo slecht spelen terwijl ze dit seizoen prachtige wedstrijden hebben laten zien? Mentaal lui misschien, de spanning, transfers mee bezig, misschien al bezig met vakantie. Ja, zou dat iets mee te maken hebben? Jan, zijn spelers nee, misschien... Nee, kijk... Of ben je toch gewoon in die wedstrijd? Je gaat allerlei excuses zoeken waarom het niet was. Het was gewoon een soft. Hè, en NEC is wel een ploeg als ze tegen betere tegenstanders spelen. Kijk, tegen PSV, weet je, daar bijten zich erin en kunnen ze counteren. Hè, en nu in feite, hè, misschien was het plan, omdat ze ver terugzakten, dat ze hoopten om weer via een counter te doen... Maar ik geloof niet dat je met transfers bezig bent of iets. Het was toch geweldig geweest als we Europa ingegaan waren. Zeker. En dan wilden die spelers ook gewoon. Ja, ja. Ja. En een zesde plaats, jongens. En een bekerfinale. Dat is, kijk, ja. daar is niks op af. Alleen, het eindigt toch weer in mineur. En dat is jammer. Ja, dat klopt. Was het ook een fout om Koki eraf te halen? Dat is van ook even Gert-Jan. Omdat op het einde geen aanvallend impuls meer te kunnen brengen. Nee. Ja, ik heb toen gezegd, die is zo... dat is een aardige jongen die... Ik ben in Nijmegen geboren en ik hou van Nijmegen en ik doe dit. Maar het gaat om het voetballen en die jongen heeft niks gebracht. Dus, nee. Nee, ik vond wel apart, steeds als zo kwam, dan was de enige wat de trainerstaf bedacht kreeg, dan halen we Koki eraf. Ja. Maar ja... Nooit eens met z'n tweeën of zo, hè, dat je dus op die manier is gaat spelen. Nee, dat ben ik mee. Ja. Want zo zeiden wij ook van, nou gooi nou gewoon alleen zelfs er nog bij. Precies. Dus je verandert niks. Je brengt alleen een slechtere speler in. Ja, ik snap niet zo goed wat daar het idee achter was. Nee. Maar als je vaak naar een wedstrijd gaat kijken... Toen ik trainer was zelf ook... Dat je heel gauw geneigd bent bepaalde spelers te wisselen. Mm. Als je een ploeg 10 keer per jaar ziet... Weet je, dan weet je bijna... Kun je bijna... Kun je wissels uittekenen. Ja, uittekenen. Ja. Weet je, van, kijk, ik had ook gedacht van... Dan zet hij zo. Dat is een beetje een rouwdouwer. Weet je, die vliegt erin en zet hij elkaar wat erachter... Weet je, of voor mij die Sano, hè, want dat is ook nog een slimme voetballer, die Sano. Maar dat bracht geen echt wisselen om het wisselen. En laten we eerlijk zijn, die Japanen, die werken zijn eigen snot voor de neus. Ja. Maar die krijgt toch geen enkele fatsoenlijke bal. Nee, en hij kan wel scoren. Ja, ja, ja. Ik bedoel, en bijna uit het niks, ja. Koki en Sano, dat is echt goud. Ja. Dat is echt iets, dat hebben we heel lang niet meer gezien in Nijmegen. Dat nee, maar het is toch raar komen. Dat je in zo'n wedstrijd Koki eraf haalt en zo erop zet. Het is sowieso raar zet. Dat die Koki eraf gehaald wordt, want ik vind dat die altijd gevaarlijk is. Ja. Maar ik ben geen trainer, hè? Nee. En dat is Jan wel, maar Jan geeft de bevestiging nu. Maar dus ik, snap, weet dat ik snap het op een gegeven moment ook nog wel eens, hè, dat zag je wel eens met die wissel, dat hij dan Koki voor Silla zo wisselde. Maar dan bracht hij ook vaak nog Hansen in. Dat er nog wel even een beetje voorin nog wat creativiteit is. Want die kan ook wel iets doen. Zeker. Maar nu had je Hansen ook niet. Toen dacht ik van, zet dan Silla zo op die kant. Laat hem maar gewoon lopen. Laat hem, hij kan iets brengen, hij kan een beetje oorlog aan. Houdt hij die Kuipers of die Del maar achterin. Ja. Met zijn gedrag. Nou, die Kuipers die speelden geweldig. Ja. Maar kijk, dat is het wat ik zeg. NEC moet thuis een veste zijn. Weet je, bang zijn. En ik had niet de indruk dat Go Ahead kwam. Ondanks dat ze een magere resultaten hadden. Dat die dachten van nou, bij NEC moeten we even alles dichtgooien. En nu is de vraag bij NEC van wat gaat er gebeuren? Hè? Want... Nou, dat is goed dat je dat raakt. Want ik krijg ook een vraag van TJ. Welke spelers verwachten wij dat er sowieso weggaan? En op welke posities moet NEC zich sowieso gaan versterken, ongeacht of die speler blijft? Nou, daar kunnen we wel even mee vullen, denk ik. Aanvallend moet je wel, denk ik, iets erbij halen. Ja. Gewoon een verse kracht die ook altijd kan spelen. Ja. Sowieso een tweede spits. Want je hebt nu alleen Koki. Ja, en Dost gaat niet terugkeren. Nee, dat durf ik wel te zeggen. En zo ook niet. Nee, die gaat gewoon die weg. Bedankt, ja. Ja, en dus dat moet sowieso... Ja, weet je... Ik vind op het middenveld, zoals het nu staat, hoef je er niet per se iets bij te halen. Maar ervan uitgaande dat Proper weggaat, moet je daar wel weer naar gaan kijken. Achterin moet je weer gaan kijken, want Sendler gaat waarschijnlijk wel weg. Of je moet weer iemand achterhalen, zoals Matthias Ros, diezelfde rol moet vervullen. Verdediger achter Sendler. Dus dat zijn denk ik vooral in de as de posities. Spits, centrale middenvelden en centrale verdediger. Die gaat ook zeker weg, hè? Verdonk. Verdonk. Ja. Ja, dat, ja. Ja, 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 ja. Maar dan heb je de twee die achterin ik op kunnen ook, bouwen, die gaan waarschijnlijk weg. Ja, dat is ook lekker. Ja. Ik weet ook wel waar hij naartoe gaat.
Maar buiten dat... maar ja, dan willen we het dan best wel even horen. Toch, nee. Ja, we moeten toch een keer iets over de tafel. Ik denk dat hij naar AZ gaat. Jij gaat, nee, jij denkt naar AZ. Hugo en Henk Vereinshoven heb ik zondag afgelopen wedstrijd tegen Go Ahead gezien. En voor wie komen jullie kijken? Ja, niet voor Proper. Nee. Want ik weet niet of je jong AZ wel eens ziet. Ja. Daar loopt een Smit, een Kwakman. Die gaan volgend jaar helemaal op de jeugd gooien. Ja. Die hebben die Bilic gekocht voor 8 miljoen. Mm-hmm. En nou, Sendler ook niet, omdat ja, hun vinden die blessuregevoelig. En ze gaan geen 10 miljoen. Want Carlos heeft 5-6 jaar gewerkt bij AZ. Ja. Dus die weten precies wat het is. Maar ik denk dat ze daar kwamen voor Verdonk. Ja. Omdat die linksback, Mees de Wit, die gaat weg. En die Noor, zeggen ze, ja, die heeft anderhalf jaar gevoetbald. Ja. Die kan nog geen krentenbol meer voorbij. Die jongen is helemaal opgebrand. Dus ze moeten iemand... En ik moet eerlijk zeggen, Verdonk het geweldig gespeeld dit jaar. Ja, ja, ik vond hem echt geweldig. Ja, ja, niet alle wedstrijden, want bijvoorbeeld tegen AZ was het ook een rap. Maar over een heel seizoen in het centrum en linksback. Ja, ik vind in ieder geval tot de laatste weken, ik vind de laatste weken wat minder. En ja, dat kan van allerlei oorzaken hebben. Kan misschien ook wel dat hij hiermee bezig is. Want hij heeft papa geworden. Papa geworden, ja, slaap je ook niet altijd even lekker. Natuurlijk slim gedaan, want ze hebben zijn contract verlengd. Ja. Ja. Ze moeten in ieder geval wat geld ze hadden een optie, dus ja, ze kunnen er geld van maken. Dus dat is wel heel erg fijn. En ik denk, want ik hoorde dus voor een tijdje terug al dat Leen, die zit heel veel in Noorwegen en in Denemarken. Dus ze zijn wel echt Leo, bezig. Leen, ja. Dus ze zijn wel echt bezig met... Kijk, en als Sendler weggaat, je zegt net, er moet een verdediger bij, maar dan moet je wel een opbouwende verdediger hebben. Ja. Ja, achterin moet er dus achterin, veel bij als je dus gaat kijken. Dan kun je al... En ook wel gewoon gelijk spelers wie er staan. Ja, als je ga er maar eens invullen. Hè, zo'n Verdonk en nou ja, Sendler is eigenlijk al niet echt te vervangen één op één. Want die kwaliteit weer terug, dat zal heel erg lastig zijn. Even tussendoor. Ik heb laatst een statistiek gezien dat hij in de duels de slechtste is wie van de Eredivisie. Sendler, ja. Sendler, hè? Ja, dat is bij VI weer eens uitgepluist. Ja. Daar is helemaal uitgepluist. Ja, ik ben het er niet mee eens. Want kijk... Maar omdat hij zo positieve reacties kreeg, weet je wel. Hij moest naar PSV en naar Ajax en Feyenoord. Ja. En toen kwam er op een gegeven moment iemand naar voren. Zei, nou, verdedigend. En toen lieten ze ook een paar dingen zien. Bijvoorbeeld die goal in de bekerfinale. Dat hij zich zo door Gimenez het wegzetten. En nog wat momenten. Weet je wel, dus de euforie. Want dat was voor NEC natuurlijk goed. Want elke goede wedstrijd die hij speelde, dan kwam hem. Ja, dan denk ik alles bij zichzelf. Komt er een half miljoenje bij. Ja. Ja. Nee, okay. Maar jij volgt NEC, hoor jij niks van... Ik heb alles geprobeerd in de bestuurskamer om eens een keer een oor daar neer te leggen... van of er al echt concrete belangstelling voor hem is. Ik heb gehoord dat Ajax zich gemeld zou hebben. Ja? Ja. Oh, ja. Ja, dat zou voor Ajax ook kunnen. Is dat club voor hem? Nee, natuurlijk niet. Daar komt hij ook oorspronkelijk vandaan. Maar ja, hè? Melden is nog is het één natuurlijk. En het andere is natuurlijk om daar ook uit te komen, want ze laten hem niet zomaar gaan... jij zei net iets over cijfertjes, statistieken. Nou, is Nick daar eens even ingedoken. Want we kregen ook eigenlijk een opmerking over... er is een programma wat alle data bij hield. En daar komt NEC absoluut belabberd uit. Ja, dat is niet altijd best. Ik denk dat jullie daar ongelooflijk fan van zullen zijn... van wat ik nou allemaal ga vertellen. Maar het gaat over expected goals en tegendoelpunten... en de gelopen meters. NEC is al 60 geëindigd. Maar de expected ranglijst met dus... wat de wedstrijden baseert op kansen, wie die had moeten winnen, is NEC 11e geworden. Ook hebben ze 10 punten meer gepakt dan verwacht. Dat is echt een groot verschil. En ook heeft NEC veel meer doelpunten gescoord dan dat het eigenlijk had verwacht. NEC heeft een verwachte doelpunten, expected goals heet het dan, van 41. Dat wil dus zeggen dat ze kijken naar wat zijn de kansen die NEC krijgt. Maar NEC heeft 59 doelpunten gemaakt. Ja. En hoe zit het nou voor zo'n afstandsschot van Sherry tegen Excelsior? Dat is geen kans. Want dat is gewoon een schot uit het niets. Ja. En een uitgespeelde aanval. Of inderdaad Hansen die bijvoorbeeld opkomt dreigen. De achterlijn haalt. Dat wordt gezien als een kans. Ja. Dus en dat soort momenten. Daar heeft NEC er heel weinig gehad in de Eredivisie. Vandaar dat ze dus ook minder punten verwacht hadden bij NEC. En ook minder doelpunten. Maar NEC doet het dus boven verwachting goed. En het is een van de meest effectieve ploegen dit seizoen geweest. Ah, dat is natuurlijk een kracht, hè? Dat is een kracht geweest. En ook een kracht is Jasper Cillessen. We hadden het net dus al even over hem. Maar qua expected tegengoals zou NEC er iets meer dan 53 tegen moeten hebben gehad. Dat zijn er volgens mij in mijn hoofd
46 uit mijn hoofd nu. Cillis is daarmee een van de best presterende keepers van de Eredivisie dit seizoen. Hij heeft dus een stuk of 9 zekere doelpunten, om het zo maar te zeggen, gewoon uitgehouden. En we hadden het ook nog over meters maken. Dat kaartte jij aan, Twan. NEC doet het daarin ook echt heel erg slecht. 17e of zo. Het is daarin eigenlijk gewoon bijna de slechtste ploeg van de Eredivisie. Het loopt heel weinig. De intensieve sprintjes op korte meters zijn heel laag. De algemene kilometers tijdens de wedstrijd van de selectie zijn heel laag. Dus over het algemeen doet NEC het qua data heel slecht. Dus eigenlijk, je zei, Twan, dodelijk effectief. Ja, dan hebben ze natuurlijk wat dat betreft een super prestatie geleverd. Als je met al dat soort cijfertjes zegt. Zo bekijk ik het dan weer. Ja, ik vind het... Ik heb niks met cijfertjes zoals jij ze nu vertelt. Nee, ik heb er heel weinig met data. Ja. Het zegt ook eigenlijk helemaal niet zoveel. Jan zegt namelijk niet, jij bent trainer. Gebruik jij data of kijk je gewoon even met je ogen? In mijn tijd was dat niet, want wat had het voor nut? Nee, maar dat zei ik ook. Nick kwam ermee en die zei van dit zijn een beetje cijfers. Zeg ik, dus zegt dat ook niks, want als je nu kijkt waar NEC... Het zegt wel wat. Het zegt gewoon dat wij heel goed gedaan hebben. Ja. Als wij zoveel doelpunten maken en zulke slechte statistieken hebben volgens wat jij nou dan hebben wij het gewoon boven verwachting echt heel goed. Hebben ze ook een lijstje gewoon uitgereid hoe de Eredivisie stand op basis van dit zou zijn? Ja, zou PSV dan nog kampioen zijn? Bij de hand, maar wat het wel zegt, Harold, waar ik dan een beetje bang voor ben, is... Kijk, we hebben dan misschien nu het jaar gehad dat het allemaal de goede kant op viel, dat we heel effectief zijn geweest, wordt er benoemd. Het valt te verklaren, want NEC veel individuele kwaliteiten heeft gehad dit seizoen. Kijk naar een Dos die gewoon zijn bal tegen AZ erin schiet. En Matson en Sherry die dat kan. Van Wermerskerken. Van Wermerskerken, dat zijn ook van die momentjes. Maar dat is de individuele kwaliteiten, dat is een zondagsschot toch? Ze hadden het toen over het doelpunt van het jaar. Hè? Ik heb die Wermerskerken, die jongen, die heb ik nooit gezien. Dat is het mooiste doelpunt van het hele seizoen. Hè? Ja, dat zeker. Was er een go-ahead of niet? Ja. Voor de beker, Maar waar ik dus een beetje bang voor ben, is... Dit gaat niet volgend seizoen nog een keer lukken. Dat je zo effectief bent en dat je... Dat Cillis al die moeilijke ballen eruit had. Dus wat een beetje op de loer ligt, als ik dit zo lees... is dat het volgend seizoen best wel eens heel erg taai kan gaan En worden. Als je het van de andere kant bekijkt, als het nou eens wel beter gaat... Nog effectiever. In alle statistieken beter wordt als nu. Ja. Je blijft gewoon zijn, waar je wilt. En NEC had ook nog geluk. Dat wat je zegt, als ze dan weinig kansen krijgen... Ja, ik weet niet of ze weinig kansen krijgen. We moeten nog... Ik wil er nog één ding over zeggen. Ik ben supporter, hè? En als ik alles moet analyseren wat er gebeurd is dit seizoen, is er maar één ding. Wij zijn 60 geworden. Dat is een grandioze kwaliteit van een elftal wat werkt met een begroting van 12,5 miljoen. Absoluut. We hebben een bekerfinale gespeeld. Die hebben we verloren. Maar dat is ook geweldig. Het was een geweldig feest. Dus als supporters zijnde is dit echt een van de mooiste seizoenen van de afgelopen 20 jaar. Tuurlijk. En als we dat helemaal kapot analyseren, kunnen we dat wel doen. Maar dat vind ik nergens over gaan. Dat is niet bedoeling, want ik had 2 extra seizoenkaarten besteld. En ik hoorde van Lianne, er zijn maar 28 mensen die hun seizoenkaart opgezegd hebben. En er zijn 5000 wachtende. Ja. Dus dat zegt voldoende. Dat zegt voldoende. NEC blijft gewoon... Ik heb NEC gespeeld voor 1500 man in de grote... Met de wielerbaan ertussen. Ja, met de wielerbaan. Penalty gemist tegen Feyenoord. Daar heeft hij nog trauma's over gehouden. Ja, ik zelf ook. Hij vliegt nu niet langs. Jij zegt van, het is sowieso een mooi seizoen geweest. Toch krijg ik daar even een vraag over. Even kijken van Michel. Wat is jullie mooiste moment van dit seizoen? Nou, maak hem dan toch maar gelijk even heel klein. In plaats van zeggen, het hele seizoen is mooi geweest. Ik vond de bekerfinale mooi, maar ik vond het doelpunt van die Wermerskerk. Van Wermerskerk. Ja, vond ik geweldig. Ja? Mooiste moment. Ja. Nou, dat niet. Nee, ik weet niet. Ik heb geen mooiste. Het mooiste moment vond ik echt de Kuip. Okay. Ja, de Kuip was qua sfeer, dat zal nog heel lang ook bij mij blijven hangen. Maar ik vind het ook gewoon leuk als wedstrijden gewonnen worden. En dan was het toch wel die bekerwedstrijd tegen Go Ahead, denk ik. Dat je gewoon winnend van het veld gaat. Ja. Met een grandioze goal. Ja, ik heb 2 wedstrijden weer eruit springen. En dat was Twente thuis en PSV thuis. Dat waren topwedstrijden. Kijk, dat niveau kun je natuurlijk niet elke week aantappen. Nee. Maar dat was nou echt super, super deluxe was dat. Nick? Ik heb Cambuur uit. Want dat was echt een wedstrijd. Dat voelde voor mij een beetje als die finale. Ik leefde er echt naartoe de hele dag. Wat ik hoe gek het ook klinkt. Ik had veel meer spanning bij Cambuur dan bij Feyenoord in de finale.
Ja, dat je hem dan wint en met zoveel vrienden was ik thuis. Kijk, ja, geweldig. Geweldige dag was dat. Maar heeft dat ook niet te maken dat je tegen Cambuur de favoriet bent en tegen Feyenoord? Ja, en vooral wat de finale halen voelde destijds voor mij nog vooral dat ik denk, wow, dat ik dit meemaak, weet je wat. Dat was een soort prijs voor mij. En uiteindelijk wil je die finale wel winnen, maar het finale halen was wel een ding. Nee, Maurice, je had net een vraag volgens mij waarbij iemand zei, wie moet nou NEC nou halen? Daar zat ook in de vraag van wie moet dat dan niet weggaan. Ja, dat klopt. Dat was van Thee. Ja, op welke posities moet je sowieso nog spelers halen? Ja. Maar wat zou jij nou een interessante speler vinden? Ja, ik kan niet direct een interessante speler. Kijk, het hangt er vanaf. Propen, wat ik een geweldige voetbal vind, maar dan zeggen ze allemaal, die gaat weg. Maar waar moet die naartoe? Feyenoord kan hem niet betalen. Ajax zou wel zijn, maar die hebben nou die Henderson voor 25 miljoen voor 2 jaar. Maar die willen weer weg, geloof ik. Ja, die willen ze weer verkopen. Maar dat zou dan geweldig zijn. Maar je weet niet met die nieuwe trainer, hè, hoe die dat ziet. Hè? Ja, dat is ook weer een nieuwe trainer. En PSV die betaalt ook de hoofdprijs niet. Dan zou die naar het buitenland moeten. Ja, dat zou jammer zijn. Maar net wat aangeven, ik denk het middenveld, als dat zo blijft, met je hebt Schöne nog. Alhoewel ik het ook onbegrijpelijk vind van beide kanten. Dat Schöne verlengd heeft. 38 als je zo'n mooie carrière hebt. Absoluut. Ja. En dan eigenlijk toch op de bank komt te zitten. En dan kun je zeggen, ik hou nog van het spelletje. Maar ik had zelf de eer aan mezelf gehouden. Maar achterin, nogmaals, als Verdonk weggaat, dan moet je toch een goede linksback halen. En dan als Sendler weggaat, ja, dan moet je toch iemand wie in de opbouw heel sterk is. Ja, en liefst eentje. Nou hebben mensen het altijd over roddels en dat soort dingen natuurlijk allemaal. Nou zei jij al van, ja, ze zijn in Scandinavië geweest. Dat heb ik inderdaad ook gehoord. Ja. En ik heb ook gehoord dat ze in, ik dacht Kroatië of Servië, een van die twee, Servië. Dat was het. Ja, ze hebben natuurlijk dat ze daarvoor in ieder geval een verdediger. Nou, dat zijn slagers. Dat zijn slagers. Dus, nee, maar ze hebben natuurlijk met Carlos iemand binnengehaald. Die heeft 4-5 jaar bij AZ gewerkt. Ja. En ik weet niet of je het wel eens bekijkt. Bij AZ halen ze heel vaak mensen uit Noorwegen, Denemarken. En dat zijn toch altijd jongens. Hè, die passen zich vrij snel aan. Spreken snel Nederlands. Weet je al. En dus... Maar ik denk dat Carlos, en dat weet ik wel bijna zeker met de vereniging, dat ze gewoon al anticiperen op eventueel dat Propen weggaat. Maar ja, je kunt ook niet te lang wachten, want je weet het allemaal niet. Hè? Nee. Het beste zou zijn dat je morgen leest dat Sendler weg is en dan kun je gaan handelen. Maar zolang hij nog niet weg is, kun je niks doen. Hè? Volgens Jurie Stenson moet van Almere City Hansen naar NEC komen. Speelde wel lekker. Was nog een Hans. Ja, dat was wel een fijne voetballer. Ja. Hè? Die Hansen van Almere City, Is dat een spelertje voor bij NEC? Nog een Hansen. Hij is fitter dan die van ons, geloof ik. Ja. Ja, dat wel, hij speelt daar wel. Hey, en die goudmijn van Excelsior. Toevallig, ik ken zijn vader goed. Oh. Halen. Is dat Kenneth? Ja, nee, Kenneth. Weet je al. En die, nee, maar ik heb hem lang niet gesproken. Maar dat is een jongen toevallig dat ik van de week zag. Dat ze, ISBN hadden ze het over een tussen. Want AZ wil hem waarschijnlijk toch weer verhuren of niet. Daar is hij iets te klein voor. En als je dan een tussenstop, dan zou NEC, want dit is een geweldig voetballetje. Hè? Ja. Weet je al dat? Maar nu hadden hun het weer over. Ja, omdat Excelsior op kunstgras speelt. Ja, dat vind ik ook zijn onzin. Weet je, omdat ze op kunstgras, dan kan hij zijn kuntjes vertonen. Maar ik denk dat dat voor NEC een hele goede aanwinst zou zijn. En, ook wat rondgaat trouwens, eventjes wat ik nou binnenkrijg. Van Everton, Reece Wells, die zal uitgeleend worden. En Heerenveen en NEC zouden in de race zijn voor deze speler. 20 jaar oud. Zo. Als we spelers van Everton gaan huren, dat zou toch wel aardig zijn, moet ik eerlijk zeggen. Hebben we vaker gedaan, hè? Ja. Daaruit de Premier League. Ja, Top Kane hebben we toen een keer gehad. Jones. Ja. Awojini. Ja, Jones. Ken je die nog? Awojini. Ja, die is aardig trekken. Ja, van Liverpool en die spits, laat zag ik nog een keer 10 jaar terug. Daar hadden ze een Schotse spits. Higden. Ja, Higden. Ja. Die kwam uit de Schotse competitie. Ja, dat was ook een heel raar type was het. Maar we degradeerden toen. En hij werd gewoon met 14 doelpunten. Maar het punt is, ik heb het zelf vroeger ook meegemaakt. Als je... Ik ging naar Genua toe en toen sloeg ik de krantendag erop los. En toen kon ik ineens naar 5-6 clubs. Ik kon naar Manchester City. Ja, dat was toen niet het Manchester City van nu. En Bayer Leverkusen. Ik weet niet wat voor namen. En toen vroeg ik aan Konijnenburg. Die had dat geregeld dat ik naar Italië ging. Ja, hij zei, je moet het weer interessant maken voor de club waar je naartoe gaat. Dus die Italianen, dat was net een hond met 7 lullen. Dat ik daar kwam voetballen, weet je al. En, dat je hun uitverkozen had. Dat ik hun uitverkozen had. Zo bracht hij dat. Hè. Dan denk je, wat is dit nou van onzin? Hebben ze het nog over je daar?
Waar? In Genua, jazeker. Ja, ja. Ik ben wel... daar hadden ze het van de week ook al bij Rondo. In Nederland zeiken ze je af. Ja. Ik bedoel, Harry Vermeegen, Tikkie Breed. En daar ben ik nooit van afgekomen. En ik kan alles laten zien, statistieken, dat dat niet zo is. Maar die naam heb je. Ja. Maar als je in Italië komt, dan ja, ik word er eigenlijk... Ik word er elk jaar beter. Ik zei tegen mijn vriendin laatst, nog even, en ik ga Messi voorbij. Ja, Wim Kief zei ook inderdaad. Nee, maar het is echt, het is zo overdreven. Want ja, ik hou er niet van, want Italianen zijn amigo. Uh-huh. Weet je wel. Goed. Maurice? Mooie verhalen, ja, gezien de tijd ook. Want het, wat is jouw favoriete wedstrijd? Ja. Mijn favoriete wedstrijd? Of je mooiste moment van het seizoen? Nou, kijk, alles rondom die bekerfinale was natuurlijk geweldig om mee te maken. Ja. Dus dat vond ik fantastisch. Maar ik moet meegaan. Ik vond hoe wij eigenlijk echt Twente zo de baas waren thuis. Ja. Dat vond ik echt de beste wedstrijd die ik gezien heb. Hè, ja. Met Matson, wie toen ook nog eventjes iemand door... Het was geweldig, dat was gewoon genieten. Of niet, Ronald? Zeker, dat was toch genieten? Ja, en dat was meerdere keren dit seizoen. Ja. Want ook PSV, dat we die thuis... Als enige dit seizoen, hè? Ja, maar die blijdschap wie daarachter... Ja. Dat was ook heel erg mooi om mee te maken. Het was wel opvallend dat ze tegen Go Ahead... eigenlijk voor de eerste keer hoorde ik een beetje gefluiten. De laatste vraag, wie ik dan toch... want we gaan niet vooruit... Nou, misschien ook nog wel even op volgend seizoen... maar even speler van het jaar bij NEC. Dat vraagt Klaas Fox zich af op Instagram. Wie is volgens jullie de speler van het jaar bij NEC? Sillissen hoor ik hier bij Van Harald. Ik denk toch Sandler. Sandler, Twan. Sandler. Ja, ik wil eigenlijk Matson zeggen. Ja. Die is zo belangrijk geweest in het eerste half jaar, maar dat mag eigenlijk niet. Zeg het, zeg het. Ja, dat mag. Het is toch jouw keuze? Ja. Oké. Ik zeg Larsson dus. Nee. Ja, je hebt er wel verstand van, Maurice. Nee, dan zeg ik gewoon Douglas Madsen, ja. Nee, Madsen, ja. Dan zeg ik Dirk Propen. Ja. Oké. We gaan het allemaal afwachten. Het worden spannende weken altijd zo. Dat is altijd leuk, hè? Welke namen er gaan vallen. Ik verwacht wel dat er binnenkort wel nieuws gaat komen. Dat moet ook wel, want iemand zei ook vandaag... vorig jaar in deze tijd hadden we al twee spelers, wisten we al. En weet je wie dat zei? Dat zei de zoon van Halt, ja. Daan. Daan, die zei dat. Daantje. En volgens mij waren dat toen Hoedemakers en Hansen. Dat klopt, ja. Die waren toen al benoemd. Dus we gaan het afwachten wat het allemaal gaat brengen. Ja, maar misschien zijn ze wel rond met iemand. Maar dat is nog even media en dat soort dingen. Gaan het anders zien. Ze willen het allemaal zelf doen. Heren, mag ik jullie allemaal bedanken voor deze analyse op het seizoen. We hebben uiteraard allemaal toch wel veel genoten. Zeker. Op de tribune. Maar er is altijd wat te nuilen en zo hoort het ook allemaal. zijn wij dan al klaar? Is dit onze laatste? Nee hoor, wij gaan nog wel door in ieder geval met de podcast een aantal keren. En dat heeft alles te maken natuurlijk met transfers wie er komen, roddels wie er komen. Altijd leuk om over te hebben. Heren, dankjewel. Bedankt voor het luisteren. En fijne tot zomer. De volgende. Ja. Jo. Hey.